De grote militaire oefening van China, die vorige week begon in de wateren rondom Taiwan, leek te zijn afgerond. Maar ook dinsdag oefent het Chinese leger bij het eiland. Waarom plande Xi Jinping deze oefening en wat betekent het voor de internationale verhoudingen? We gaan hierover doorpraten met Xiaojun Martin, China-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Ja, mevrouw Martin, de militaire oefening die leek dus voorbij, maar dat is niet helemaal het geval, hè? Je ziet dus nog steeds Chinese militaire activiteit in de regio. Schepen en vliegtuigen die er nog steeds rondvliegen. En er is nog steeds Chinese sancties die zijn ingesteld op Taiwanese en Amerikaanse instituten. Ja, want kunt u vertellen waarom China hier nou zo'n enorme militaire oefening heeft gehouden? Wat was de aanleiding? De aanleiding was een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan Amerika. Tsai Ing-wen vloog eigenlijk naar bondgenoten in Latijns-Amerika en maakte daarbij een stop in Amerika, wat het vaker doet. Maar het probleem was voor China dat de president dat moment gebruikte om te ontmoeten met een hele hoge Amerikaanse politicus. Dat was Kevin McCarthy en die is voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dus een hele hoge politicus. Ja, en dat wordt gezien als dreiging? Of hoe moet ik dat precies zien? China interpreteert het als steun van Amerika aan Taiwan. Ook al is het niet van het presidentiële kantoor, maar van dus het Huis van Afgevaardigden. En wil dat afschrikken. Dus het is inderdaad een reactie op dit bezoek. Ja, dus het gaat echt om afschrikken. Nou ziet China Taiwan als afvallige provincie. Waarom is Taiwan dan zo belangrijk voor de Chinezen? Volgens China is Taiwan onderdeel van China. En het ziet het dus echt als een afvallige provincie dat niet wil accepteren dat het onderdeel is van de Volksrepubliek China. Taiwan die ziet dat natuurlijk anders. Ja. Taiwan is al jarenlang een democratie en daar wordt gezegd, wij zijn helemaal geen onderdeel van dat communistische rijk. Wij zijn ons eigen land. En zijn ze nou economisch ook heel belangrijk voor China? Economisch ook voor China en ook voor de rest van de wereld. In Taiwan heb je namelijk een ontzettend belangrijk onderdeel van de halfgeleiderindustrie. TSMC heet dat bedrijf. En dat is het enige bedrijf dat hele kleine chips kan maken. Hele kleine halfgeleiders. En die zitten overal in laptops. Die zijn nodig voor elektrische auto's. Dus de hele wereld is eigenlijk afhankelijk van Taiwan. Ja, dus dat zegt ook eigenlijk waarom het zo'n ontzettend belangrijk land is. Wat zegt Xi Jinping over de situatie? Xi Jinping zegt dat China reageert op een actie van de Taiwanese. En het zegt dus dat het de schuld is van buitenlandse inmenging en van Taiwanese, zoals het dat noemt, separatistische machten, dat China gedwongen is om te reageren. Volgens Taiwan gebruikt China dit juist als excuus om de status quo te veranderen en om dus die militaire oefeningen te doen. Wordt er, wat we net ook al zeiden, aan twee kanten dus getrokken aan Taiwan. Lijkt het land dus zelf wel meer toenadering te zoeken tot de VS. Vandaar ook dat bezoek natuurlijk, dat gesprek. Maar hebben ze überhaupt wel een keuze? Het moeilijke van Taiwan is dat het ook economisch heel erg verbonden is met China. Dus ook Taiwan is afhankelijk van China en andersom dus ook. Het moeilijke is voor Taiwan dat je ziet dat China steeds sterker wordt en dat het dus ook veel meer druk kan uitoefenen op Taiwan door de jaren heen. En daarom beweegt het ook dichter richting Amerika, want het heeft die steun echt nodig richting China. En waarvan zijn ze dan afhankelijk van China? Als je kijkt naar de bedrijven bijvoorbeeld, heel veel Taiwanese werken in China. De afzetmarkt van China is heel erg belangrijk voor Taiwan. Zeker nu de economie daar het niet zo heel erg goed aan het doen is. Dus ook daarvoor is die Chinese afzetmarkt heel belangrijk. En hoe wordt er nou in de landen zelf, als we het dan eerst hebben over Taiwan, tegen deze actie aangekeken? Het parlement keurt het af. En volgens de president van Taiwan is het ook heel onredelijk en heel onverantwoordelijk van China om deze militaire acties te doen. En daar wordt dus ook gezegd dat China het als excuus gebruikt om die status quo te veranderen en om Taiwan onder druk te zetten. Ja, en hoe wordt er dan in China weer onder de bevolking gereageerd? Onder de bevolking, die krijgt natuurlijk vooral de propaganda van de Chinese staatsmedia te horen. Wat je wel ziet in China is het gevoel dat Taiwan en China broeders zijn, onderdeel van dezelfde familie zijn. En er is dus heel weinig begrip dat Taiwan het eigenlijk helemaal niet wil.
Nou, vrezen vooral het Westen vreest voor een inval van China. Hoe groot en hoe reëel is die kans wat u betreft? Er zijn verschillende voorspellingen over wanneer China die capaciteit zou hebben om in te vallen. Die verschillen allemaal qua jaartallen. Het laatste onderzoek daarover laat zien dat als China nu iets zou doen, het niet goed af zou lopen voor China, maar ook niet voor Amerika als dat militair zou ingrijpen en ook niet voor de rest van de wereld. Dus het is heel moeilijk om te voorspellen of er nou een inval komt, wel of niet. Maar nu heeft China nog niet die capaciteit. Wat wel zo is, is dat die spanningen tussen China en Taiwan op zullen blijven lopen. Ja. In Taiwan is bijvoorbeeld de komende maanden, komt de verkiezingen eraan van het presidentschap. En daarbij zie je altijd elk jaar dat China de spanningen daarbij opvoert. Door bijvoorbeeld nog meer vliegtuigen naar Taiwan te sturen, nog meer schepen richting Taiwan te sturen, om te proberen die verkiezingen te beïnvloeden. Xiaoqiu Martin, China-onderzoeker bij het Instituut Klingendaal. Dankjewel voor je toelichting. Dank.